Ja, goedendag. Wij staan nog in Kaproen bij de Kietsteinhoorn. En ik wil jullie nog wat meegeven. Dat is niet alleen dat je deze panoramabaan onder andere nodig hebt om boven te komen. De Gletscherjet 1 start hier beneden. Die kun je ook gebruiken. Maar ik wil jullie toch ook eens attenderen op wat anders. Hier is niet alleen een hele grote parkeerplaats. Het bestaat uit een aantal terrassen. Want daar beneden kun je ook auto's kwijt. Plek, gelegenheid, zat. Maar het gaat meer om het gebouw wat jullie daarachter zien. Ik heb begrepen dat nog niet iedereen dat weet als die hier vandaan gaat. Maar dat is eigenlijk een soort museum. Gedenkteken, zo zou ik het eigenlijk beter kunnen noemen, aan de mensen die hier in 2000 zeg maar toch de dood hebben gevonden. Want ja, dat is toch helaas zo dat er hier op 11 november 2000 een gigantische ramp heeft plaatsgevonden. En dat was natuurlijk het treintje van Kaproen. Want hier ging het treintje in feite omhoog. Die zie je niet meer lopen. Maar daarboven, ergens tussen de bomen, daar hebben ze het ook dichtgegooid, de wand. Want ja, in die berg, daar ging je gewoon in één keer door naar 2450 meter. En dan kwam je uit bij het Alpine Center. Nou, hier heb je dat gebouw. En om even wat te verklaren, je ziet daar allemaal nisjes. En ook aan de achterkant van het gebouw. En bij elkaar zijn dat er 155. Dat is niet zomaar. Er zijn ook 155 mensen helaas overleden. En daarbinnen is het meestal één bloemenpracht. Wij gaan zometeen zelf ook kijken, filmen. Dat doen we uiteraard niet. Dus dat is ook niet gewenst, zeg maar. Dus dat halen we ook niet in ons hoofd. Maar hier zie je het staan. Gedenkstatten van 11 november 2000. Ik zou zeggen, mocht je een keer in de buurt zijn, hier aan het skiën zijn geweest, ga eens naar binnen, want het is best wel indrukwekkend. En daarmee sluit ik hier af vanuit Kaproen. En ik zeg maar weer, de groeten.